gewoon een oude bedrijfsklok uit Frankrijk van Brier. En dit werd als moederklok gebruikt. Die geeft eens in de halve minuut een impuls dat hij ook weer andere klokken aanstuurt. En dit is een systeem uit... Dus dan eigenlijk de hoofdklok van een fabriek of zo? Ja, dat werd dan moederklok genoemd. En die andere klokken die je daarop aansluit, die dan door deze worden gestuurd, dat zijn of de dochters of een slaaf, wordt het ook wel eens genoemd. Maar wat zie ik daar nou aan de onderkant? Is het een soort spoel waar die dan inschuiven? Wat is dat nou? Ja, dit is een magneet. En die slinger die maakt hier zo, tijdens een beweging maak je even een contactje. En dan komt er een stroom door die spoel heen. En als je op een spoel stroom zet, creëer je een magnetisch veld. Dus die slinger wordt telkens aangetrokken door het magnetisme. En hoe heb jij deze klok nou ergens bemachtigd? En is dat puur voor de verkoop? Of? Dit is voor de verkoop, ja. Ja. Maar dit zijn klokken die vind je nog wel een beetje hoor. Nou is dit al een van de laatste types. De allervroegste, van de 30er jaren, die hadden een houten kastje en nog een mooi wit emaille plaatje. En alles wat hier nu zilverkleurig is, is dan goudkleurig. Ja, het zijn zeer degelijke en betrouwbare klokken. En wat is nou, wat daarachter je staat, dat zou ik bijna een klassiek, hè? Dat is, hoe noem je nou zo'n klok? Dat is geen Friese staart, hè? Nee, dat is het enige wat ik weet. Dit is een Amsterdam staand horloge. Een staand horloge, ja. En dat was in de 17e, 18e eeuw was dat zeg maar het statussymbool voor voornamelijk de kooplui, de rijke mensen. Die hadden dat dan in hun grachtenpand in de hal staan. En dan was het, als je dan binnenkwam, hoe groter de klok, hoe groter de koopman. Dat was eigenlijk het idee. Wat je nu met een grote auto hebt. Dat hadden ze toen met een klok. Met een klok. Ja. Maar is zo'n klok ook echt heel prijzig? Ja, wel geweest. Dat is ook erg gedevalueerd hoor. Ja. Waarin deze die moet toch nog 14.000 euro opbrengen. Dat is zo, ja, dat is veel geld inderdaad. Ik heb hem in conciliatie en ja, hij staat al zoveel jaren, maar in die tussentijd is hij al aardig in prijs. Maar waar ik ook nog benieuwd naar ben, je noemt het een horloge, maar wanneer noem je nou een klok een horloge? Want ik denk dat toch altijd al wat je aan je pols hebt hangen, maar... Ja, dat is natuurlijk ook een Frans woord voor. Dat komt uit het Frans, ja. Want, maar die daar staat, is dat ook een horloge? Of? Ja, dit is dan weer Engels en die noemen het dan weer een grandfather's clock. Oké. Okay. Ja. Ja, maar die hebben het niet over een staand horloge. Nee, dat is echt een Hollandse benaming. Nou, zaterdag en zondag hebben jullie dus open dagen hier zo. Ja. Of kijkdagen, hoe noem je het? Open huis. Open huis, ja. Dus iedereen is van harte welkom om hier te komen kijken en luisteren. En, Nou, even een hapje en een drankje. Ja, ja. Nou, dat is gezellig. Dank jullie wel. Alsjeblieft.